Kevin, welkom. Vertel eens, wie is Kevin eigenlijk? Ik ben Kevin, ik ben 33 jaar. Ik ben afkomstig van IJsselenberg. Ik werk in een rusthuis. Mijn hobby's zijn salsa, gaan fitnessen, dus eruit gaan. Gewoon met mijn vrienden thuis zijn gewoon. Iets lekker aan eten, zo van die dingen eigenlijk. Ja. Oké, super. En als je thuis bent met je vrienden, wat doe je dan? Is dat dan een filmpje kijken? Is dat samen koken? Of wat kan ik daar dan onder verstaan? Het was inderdaad samen lekker gezellig koken eigenlijk en samen genieten van dingen. En daarna kijken we nog eventueel een film. Of lekker babbelen van vroeger, wat we al meegemaakt hebben. Eigenlijk herinneringen ophalen van vroeger. Oké, leuk. Ja. Vertel eens iets over uw campagne. Waarom heb jij je eigenlijk ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? Ik heb me ingeschreven eigenlijk omdat ik werk in een rusthuis voor bejaarden. En ik denk dat het heel moeilijk is voor die mensen gewoon weg voor zich te kunnen outen. Ik heb ook daar in het verleden ook wel een bijscholing van gehad. Ook wel. En dit interesseerde mij heel hard. En ik wou er eigenlijk voor die mensen extra iets zijn en iets voor betekenen ook wel. Dat die eigenlijk een plaats hebben of iemand hebben waar ze kunnen terecht kunnen en kunnen outen eigenlijk. En dat die eigenlijk niet door een druk van het verleden eigenlijk, dat ze niet kunnen, dat ze zelf kunnen zijn eigenlijk. Oké, super. Dat is heel belangrijk in de Holibi-gemeenschap. Nog een laatste leuk vraagje. Welke kus zou jij willen overdoen? Dat zou waarschijnlijk wel mijn kus zijn met mijn partner. Hoe passioneel die kan kussen. Dat daar helemaal van in de wolken raak. Oké, super. Ik word er zelf ook gelukkig van. Dank je wel. Ja, dank u. Graag gedaan.